Vandaag gaan we het woordje school leren schrijven. Sommige kindjes hebben dit misschien al gedaan, maar dat kan helemaal geen kwaad van het eens te herhalen. Neem je mapje van taal op pagina 12. Bij oefening 1 ga je in de vakjes en op de lijntjes de letters sch, o, l en het woordje school schrijven. Als je niet meer weet hoe het moet, kan je eens terugbladeren in je mapje van taal, want daar heb ik een paar keer al een voorbeeld geschreven. Kijk goed naar de lijntjes, want de h en de l moet een stukje boven de lijn. Veel succes! Bij oefening 2 ontbreekt er telkens een letter en jij gaat moeten zoeken de welke. Bijvoorbeeld bij het eerste lees je enkel ool. Dan weet je dat de sch ontbreekt. Ik schrijf de sch op de lijn. Als je het echt niet weet welke letter ontbreekt, kan je terugkijken in het filmpje of iets piepen bij oefening 1. Bij oefening 3 ga je eerst kijken naar welke foto je ziet. Het is een woordje dat we al hebben geleerd in de klas. Dan ga je de juiste letters met elkaar verbinden en schrijf je het woordje op het lijntje eronder. Ook hier moet je goed kijken dat je de juiste verbindingen maakt. Kijk goed naar het voorbeeld en eventueel ook nog eens in dit filmpje. De laatste oefening kennen jullie al heel goed.